Haarlem gaan we terug naar de politie Haaglanden in Zoetermeer op de Dorpsstraat. Surveillante Henry en Robert krijgen een melding van een vechtpartij. Wat zoeken we? Marokkanen, rennen. Ze verschillen mensen, die Marokkanen. Ik heb wat in de Dorpsstraat bij de Quickfit. Politie, staan blijven. Mag jullie handen even zien, jongens? Even omdraaien. Ja. Hoor jij bij hun of niet? Wat is daar net gebeurd? Wat is er net gebeurd? Als ik eerlijk mag zeggen, ik heb iemand geslagen. Jij hebt iemand geslagen? Dan ben je bij deze aangehouden. Dat lijkt me duidelijk. Een van die gasten die we staande hebben, die bekend dat hij iemand neergeslagen heeft. Die meneer, die hebben we wel vast aangehouden. Dan wil ik hier wel graag een auto voor vervoeren. Als ik nog niet gefilieerd heb, geen idee bij ze. Voor jullie alle geldt dat jullie niet tot antwoorden verplicht zijn. Jullie worden zo meteen voorgeleid voor een hulpofficier van justitie die gaat toetsen of de aanhouding rechtmatig is. Zoals het er nu naar uitziet. Maar ja, ik ben geen hulpofficier, denk ik van wel. Tenzij anders blijkt. Ze zijn allemaal aangehouden. Ze zijn allemaal al. Ja. Ja. Ja, ze hebben allemaal. Ze hebben allemaal blubber aan hun schoenen. Dus, De heren voldoen aan het signalement en worden verdacht van openlijke geweldpleging. De zaak wordt verder afgehandeld op het politiebureau van Zoetermeer. De vier vermoedelijke daders die zijn allemaal aangehouden. Dat zijn de jongens die aangehouden op straat. Nader onderzoek wijst uit dat dader en slachtoffer bekenden van elkaar zijn en dat er sprake is van een onderling conflict. Het slachtoffer doet geen aangifte, dus rest de politie niets anders dan alle verdachten te laten gaan.